Wesley, ja, voor jou na een tijdje weer eindelijk lekker voetballen. Vorige week ingevallen, vandaag ingevallen. Ja, dat klopt. Alleen het is zuur dat je nou de laatste minuut eigenlijk, punten verspilt. Ik denk dat het eigenlijk onnodig is. De eerste kans die je krijgt en het is gelijk raken. Dat is gewoon heel zuur. Ja, lag het aan de scherpte? Wat was het probleem? Ja, ik denk het wel. Als je zo'n goal weggeeft, dan ben je 100% scherp. En dan zie je dat je gewoon een onnodig tegengoal krijgt. En dan gaan hun ervan door met 3 punten. En ja, dat is kloot om het zo maar even te zeggen. Je hebt de eerste helft vanaf de bank gezien, de opbouw. Wat vond je daarvan? Ja, kijk, er lag heel veel ruimte bij onze backs, denk ik. En we hadden afgesproken om hun linksback en hun rechtsback een beetje te laten zwemmen. Door met 3 mensen eigenlijk centraal te spelen. Heel dicht op Powell. En dat hun backs dan moesten gaan kiezen. Als ze door gaan dekken, komt er heel veel ruimte. En dat was de eerste helft. Het werd dan niet goed benut. En de tweede helft werd het aantal keer wel beter gedaan. En dan zie je dat er wel kansen kunnen uit ontstaan. Alleen ik denk nog te weinig. En dan zie je dat je een wedstrijd verliest. Voor jouzelf fysiek, ben je weer helemaal hersteld? Ja, de knie zit goed. Ik ben natuurlijk lang uit geweest, denk ik 10, 11 maanden bijna. En wedstrijd fit zit ik nou tegenaan. En ik doe gewoon mijn best. En als de trainer me nodig heeft, dan sta ik er. En tegen die tijd blijf ik gewoon keihard mijn best doen om weer baaspaas te veroveren.